Oké, okay, Koen Groen nog steeds op Hoge Katrijnen. Heel veel standjes met jonge ondernemers en studenten die hier artikelen en projecten op moeten starten, liquideren en een doorstart eventueel moeten maken. En ik wil jullie even introduceren aan iemand die ook milieuvriendelijk bezig is. En dat is... Hallo, ik ben Michael Lagerwij en ik ben 18 jaar oud. En ik kom van het Welland College in Houten. En ons product is een vogelvoedersilo van gerecycled materiaal en in dit geval een melkbak. En met onze onderneming staat voor duurzaam, creatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Okay. Wat heel erg belangrijk is. En met ons product steunen wij ook de Vogelopvangstichting in Utrecht. En die zorgt ervoor dat jaarlijks ruim 2500 vogels in de natuur worden geholpen. Ik vind het heel knap, Michael. Ik zie hier melkbussen, zoals jullie gewend zijn. Melkkartons noem je dat, met een plastic dopje erop. Die haal je dan vuil op, reinig je en die herdesign? Daar maken we een nieuw design van. Ik vind het een heel leuk proces. Wat zijn de kosten? Wat moet ik aan denken? Iemand die een klant is of die iemand wil hebben, die kijkt meteen naar van hoe duur is het? Nou, doordat wij een jong ondernemer zijn, zijn de kosten eigenlijk laag. Omdat wij een relatief laag arbeidsloon hebben. Ja. Ook de kosten van het melkpak zijn laag, omdat we ze zelf inzamelen. We drinken zelf de pakken leeg en zo verzamelen we eigenlijk de pakken. Dat is echt zo. Ja. Oh, geweldig. Terwijl, maar mocht dit nou een Lion succesvol zijn, hè? Ga je dan melkpakken bij supermarkten innen of langs huizen? Nou, of wat heb je een vervolgplan? Kunnen we in ieder geval door middel van verzamelperiodes, projecten, kunnen we zeg maar... melkpakken gaan inzamelen. Ik vind het heel leuk. Het ziet er niet alleen schattig uit. Het is een heel leuk concept. Je hebt erop doorgedacht. Er zit een goed doel aan vast. Dank u wel. Mensen krijgen alle informatie over de website, dus je hoeft niet alles te vertellen. Het marketingtechnische gedeelte hier is om ze nieuwsgierig te maken. Mm-hmm, dus hoe minder je vertelt, hoe beter. Ik vind het te gek. Heb je grote plannen, wereldwijd, Europees, ik van wat, of wat? In ieder geval, we mogen met Stichting Jong Ondernemen kunnen we dan ook prijzen winnen. En dan kunnen we voor het beste product en voor verkooppraatje en dat soort dingen. En dan willen we ook, als het kan, willen we wel doorgroeien, als dat gaat lukken. Het was voor ons een verrassing. We kwamen toevallig verkeerd uit. We hadden in Amsterdam moeten zijn en we hadden de jaarbeurs Utrecht. Dus helemaal... Maar deze ondernemer is echt een verrassing. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Ik heb je ook gevraagd om ons het goede doel te steunen. We zijn voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes en sowieso statiegeld. Kun je dat ondersteunen? Ja, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat kleine flesjes en blikjes ook statiegeld krijgen. Ja. Zo wordt het minder weggegooid en gaan mensen dus bewust om met hun afval. Ja. En dat is gewoon heel erg belangrijk, omdat de natuur toch wel bedreigd wordt hier in Nederland. En omdat de natuur steeds minder wordt, is dat toch wel belangrijk, een belangrijk en mooi initiatief. Dus ik ben daar zeker voor. Dankjewel, kerel. Wij gaan alles doen om jullie promotie en reuring te geven op onze website. Ik hoop dat hetzelfde gebeurt aan de andere kant. We hebben alle studenten en ondernemertjes nodig. Dankjewel en dan zie ik je wel in het volgende filmpje. Je bent klasse. Dankjewel. Dankjewel, hè. Oké.